eigenlijk ben ik bij jou op bezoek. Want je hebt een nestje met hele mooie en bijzondere puppies. Ja, dat is zeker bijzonder. Ja, 8 puppen hebben we. En het zijn eigenlijk 2 nestjes van oma en de moeder. Dus dat is haar dochter. Die heeft 6 puppen en oma heeft er 2. Het bijzondere is eigenlijk dat het een ras is wat in Nederland niet zoveel voorkomt. Zijn er zo'n 35 à 40 puppen op jaarbasis worden er in Nederland geboren. Het ras is de Poolse herdershond van het Lage Land, heet het. Het is oorspronkelijk een schapendrijver, maar ook voor de beveiliging. En het prettige aan dit ras is dat het een heel gezond ras is. Honden worden over het algemeen 14, 15 jaar. Ik kende zelfs die bijna 17 zijn geworden. Dat is toch wel uniek voor een ras honden. Daarnaast zijn ze heel stabiel en aaibaarheid is erg hoog. Ze worden ook vaak opgeleid tot de therapiehonden. Er zijn ook mensen die nemen ze mee naar het werk. Bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken, die nemen ze mee om te laten knuffelen. En dat staan ze ook allemaal toe. Ik ben hier bij jou op de koffie, maar ze zijn ook echt lief. Ja, ze zijn ook heel rustig. Als je binnenkomt, dan zullen ze even op je reageren. Maar dat doen ze op ons ook. Ze blaffen even. Hè. Dat is de bewaking, zeg maar. En ze laten even weten dat ze er zijn. Maar voor de rest, ze houden je wel in de gaten. Maar je mag alles doen. En ook met puppen. We krijgen hier heel veel kinderen, met name over de vloer. Die komen lekker knuffelen met de puppen. He, dat is goed voor ze, dat ze veel in handen zijn, dus veel meemaken, veel contact is. Hoe vrijer dat ze dan ook worden. Maar hoe zijn jullie met deze prachtige honden in contact gekomen dan? Hoe zijn jullie daarbij gekomen? Nou, dat is eigenlijk een heel bijzonder verhaal. In 1994 gingen wij voor goudvissen naar de dierenzaak hier in Julianenstraat. Daar liepen langharige honden liepen daar. Die vielen zo op. Dan hebben we gevraagd naar een informatieboekje over dat ras. De eigenaar van die dierenwinkel die fokte zelf toen de tijd met dat ras. Dus we kregen een boekje mee en een dag daarna hebben we ons op de wachtlijst laten zetten. Een paar maanden later hadden we onze eerste Nitsini. Wij fokken dan. Ja, dat is de hobby, zeg ik altijd maar. Wij zitten altijd toch op één keer per jaar hebben wij een nestje. Maar nou zijn deze pups, die zijn 6 weken oud? Zijn nu 6, dit weekend worden ze 6 weken. Ja. Maar jullie hebben er 8, er zijn er 3 verzegd, of niet? Ja. Want wanneer mogen ze weg? In principe met 7,5 week, wij zeggen meestal 8 weken. Honden die naar het buitenland gaan, die moeten langer bij ons blijven. Dat heeft te maken met de Europese wetgeving van enting, rabies enting en zo. Want dat kan pas als ze 12 weken zijn. Dus, of gaan er ook al een paar naar het buitenland van deze? In dit geval, dat is toch heel bijzonder. Daarom hebben we ook Anna nog een keer laten dekken door een reu die uitgekozen is door mensen uit Finland. Omdat hij wilde graag uit die combinatie een teefje. Dus dan gaat er 1 naar Finland. Is waar, en dat allemaal hier in Delenswaard. Ja, dat klopt. Ja. Nou, in het verleden is er ook wel eens 1 naar Portugal gegaan. Voor meer informatie? www.ponicini.nl Ponicini.nl. Ponicini.nl. Ja, nou daar zie je heel veel foto's op, maar ook informatie en foto's uit het verleden van nestjes. Maar we proberen ook zo breed mogelijk informatie te geven, ook over vachtverzorging. En dat is waar mensen vaak tegen opzien. Maar dit ras is het dus zo, je moet het bijhouden, maar gemiddeld
een uur in de week, dan is het makkelijk te redden. Alleen bij puppy's zeggen we altijd elke dag even knuffelen en borstelen. Dan wennen ze eraan. En, daarnaast is het misschien nog wel belangrijk om te zeggen dat het ook qua vacht zijn ze ook non-allergisch. Ja, dus, nou, want ik ben zelf allergisch en daar hadden we het bij de koffie over. Ja. Ik blijk hier dus ook tegen te kunnen. Ja, ja, ja. Deze verharen niet zoals veel andere honden. En daar ligt die allergie ook vaak. Maar deze dus verharen niet. Af en toe vind je een pluk. Het zit ook niet ergens in. Maar het ligt erop. Dus je kunt het ook zo pakken. Maar ze zijn dus non-allergisch, wordt gezegd. Ja. Henk, als mensen meer informatie willen over deze hond, waar kunnen ze dan terecht? Uiteraard kunnen ze ons bellen. Hè? Maar, dus de website was al even genoemd. Hè? www.ponizini.nl. Anders mogen ze contact met je opnemen? Uiteraard mogen ze contact opnemen. Hè. Wij willen graag mensen ook altijd zien. Liefst zoveel mogelijk. Om te weten van ja, waar komen onze puppen terecht. Hè. Dus wij maken ook altijd een afspraak met de mensen. Mocht er problemen zijn met de hond, dan zoeken we samen naar een oplossing. Hè. Dat kan ooit gebeuren. Voor vakanties dus, lossen we ook nog wel eens dingen op. Hè, dat mensen dat de puppen bij ons terugkomen. En veel contact. Maar ze mogen ons altijd bellen. En ook na die tijden, ook al hebben ze een hond nog 10 jaar en ze hebben een vraag, dan nog altijd kunnen ze ons bellen. Het is erg laagdrempelig bij ons. En, ik heb het wel in de gaten. Het is een hele hechte club. Jullie zijn bij een vereniging aangesloten, hè? Ja, we zijn bij de rasvereniging aangesloten. De oude rasvereniging. Dat is de Polski Oksarek Nizini Club Nederland. Vanaf 1994, dus 22 jaar. En het bevalt ons nog zo goed. En kijk, je moet natuurlijk wel ook... En dat willen we ook voldoen aan eisen. Hè, dat, om te mogen fokken moeten de gezondheidseisen worden gesteld. Hè, zoals HD en oogonderzoeken en dergelijke, die zijn van belang. Verder is er een aankeuring door een keurmeester van de vereniging. Die doet een aankeuring of je ermee mag fokken. En daarnaast moet je een aantal shows lopen voor het exterieur, hè? Dus om de buitenkant te laten bekijken. En dan moet je ook een goed resultaat in hebben. Onze beide teven zijn multikampioen, zeg ik altijd. Ja, die hebben echt alles gewonnen wat er te winnen is. Dus, en de vader van deze puppen, die komt uit Duitsland, die woont in de buurt van Hamburg. Okay. En die heeft, in Duitsland is hij ook een hele bekende reu. Dus in die zin verwachten we ook heel veel moois van de puppen. Maar het belangrijkste vinden wij toch altijd het karakter. Hè, het karakter van de Nizini is gewoon heerlijk, stabiel en vrij. En dat vinden we het belangrijkste. Hoe ze omgaan met kinderen bijvoorbeeld. Hè. Hier zijn ze dus doordat de buurkinderen, maar ook onze kleinkinderen, die komen bijna dagelijks. Vanaf dag 1 dat ze geboren waren, komen ze al knuffelen met de puppen. Dus ze zijn ook heel erg gewend aan kinderen. En daarnaast draaien we altijd wij noemen het een lawaai-cd. Dat is, daar staan alle geluiden op. Die je kunt bedenken, zoals vuurwerk, maar ook vrachtwagens en deurbellen en telefoons. Je kunt ze gek niet opnoemen, hè? Kinderen op een schoolplein aan het spelen. Al die geluiden staan erop. Daar zijn ze allemaal al mee bekend als ze weggaan. Vanaf het moment dat de oortjes open gaan, draaien we dat. We worden er zelf tureluurs van, maar de puppen die leren in ieder geval goed om te gaan met... Zolang de hond er maar niet gek voor wordt. Nee, nou precies. Hartstikke mooi verhaal en heel veel succes met deze prachtige puppies. Ja, dankjewel. Ik vond het heel leuk om de ras
toch nog eens even onder de aandacht te brengen. Want ja, het is niet zo'n bekend ras, hè? Vaak wordt het vergeleken met de Hollandse schapendoet, maar dat is het zeker niet. Deze, je merkt in huis eigenlijk, hè, naast dat ze wel blaffen als je thuis komt. Hè, en als er mensen komen, dan blaffen ze ook. Maar daarna zijn ze gewoon heel stabiel en rustig. Wij merken momenteel niet dat je 10 honden in huis hebt. Ik ben hier nou eventjes, maar ik vind het niet. Ik vind het heel gezellig. Bedankt voor het gesprek.